nieuwe schulterhuis is klaar. De immense bouwklus van Peter en Jacqueline zit erop. Wekenlang bikkelde bouwlui snoeihard om het nieuwe restaurant op tijd af te krijgen. In de laatste aflevering van het Bouwjournaal bekijken we het resultaat. Kijkt u mee? Niets lijkt nog op de bouwput van half oktober, toen de eerste sloopactiviteiten zijn gestart. Zeker 15 man sloopten met grof geweld de ruimtes om het vervolgens zo te maken dat het ruimte biedt aan een luxe restaurant. Inmiddels hebben Peter en Jacqueline de eerste gasten ontvangen en heeft de zaak al menigmaal volgezeten. De gasten zijn lovend over het resultaat van 6 weken snoeihard werken. Het interieur straalt rust, warmte en luxe uit, met hier en daar een opvallend accent middels een kunstvoorwerp. De stoelen zitten heerlijk en tussen de tafels is voldoende ruimte om ongestoord een diner te nuttigen. En wie de juiste tafel kiest, kan via de buitenplaats zo in de keuken kijken. Na 5 jaar aan de houtmarkt is dit de nieuwe droom van Peter en Jacqueline. Met hun brigades willen ze vooruit en de gasten nog meer in de watten leggen. De enorme bouwklus is dan wel af, de eerste nieuwe plannen zijn er alweer. Peter werkt alweer aan een tweede boek en heeft binnenkort een afspraak met de uitgeverij. Verder denken ze aan outdoor cooking, om zo bij mooi weer te koken op de binnenplaats, zeg maar het oude schoolplein. Niet alleen de begane grond is gereed, ook op de eerste verdieping zijn enkele ruimtes klaar om gasten te ontvangen. Bijvoorbeeld deze kamer, waar na een diner even rustig kan worden nagezeten op een grote bank. Misschien om een boek te bekijken van kookgrootheid Kees Helder of oud-werkgever Johnny Boer. Aan wijn geen gebrek, zoals u ziet. Alleen nu nog even netjes opbergen, dacht ik tijdens de opnamedag ergens in december. Inmiddels is de wijnruimte spik en span en liggen de gouden drankjes te wachten op consumptie. Gastvrouw Jacqueline zal hier regelmatig te vinden zijn om keuzes te maken uit het grote aanbod. Voor Peter en Jacqueline zijn het slopende weken geweest. De hoofdrolspelers zelf over hun avontuur. Nou, op zich goed. In het begin natuurlijk van start gegaan met een hoop chaos. Tenminste voor ons, dat hebben jullie ook gezien op de bouwjournaals met veel gebreken. Op een gegeven moment kwam er een beetje structuur in. En op het laatst ging het eigenlijk wel heel snel. En wat op het laatst voor sommige mensen chaotisch was, is dat ze aan de ene kant nog bezig waren met breken en bouwen. En dat de interieurmensen al hier behangen aan het plakken waren en vloerbedekking aan het leggen. En die werden af en toe helemaal gek van mensen die dan vervolgens met vieze schoenen over de vloerbedekking liepen of in de weg liepen. En, dus we hebben ook tegen ze gezegd van, dat we erg blij waren met hun flexibiliteit en dat ze het erg goed voor ons gedaan hebben. Ja, nou, en op het laatste waren we nog bezig met schilderen en ondertussen hier de zaak aan het ontdekken. En, dus dat was nog wel even een soort van kiele. Ik had eigenlijk van tevoren ook niet anders verwacht dat het op een andere manier zou gaan. Ook omdat het 6 weken bouwen, 1 week inrichten, dat kan ook bijna niet anders. Maar dan moet ik er wel bij zeggen dat we gewoon mazzel hebben gehad dat we geen gekke dingen zijn tegengekomen. Wat natuurlijk in het voortraject best wel is uitgesloten. Ja, en dat we een leuk team hebben met mensen die hier verbouwd en gebouwd hebben en dat iedereen van elkaar ook accepteerde dat het in een korte tijd moest en dat dingen door elkaar heen liepen. Want ja, als men daar
als je daar moeilijk over wil gaan doen, dan was het ook niet goed gekomen. Dus dat ging eigenlijk allemaal wel perfect. Alleen ja, wat Jacqueline ook zegt, van, ja, dat is eigenlijk 5 of 6 de tafels nog even naar binnen tillen, dat gevoel. Maar ja, dat, volgens mij is dat bij iedere verbouwing zo. Budgettering. Jullie hebben gewerkt met deelbudgetten, zoals eerder in het bouwjournaal naar voren is gekomen. Ja. Netjes binnen de budgetten gebleven? Nou, alle plussen en minnen bij elkaar opgeteld. Ik denk dat we er iets overheen zijn gegaan, maar niet noemenswaardig. Er zijn wel dingen meegevallen, er zijn een aantal dingen tegengevallen. Wat is er zoal meegevallen en wat is er zoal tegengevallen op dat vlak? Nou, dat ik, wat meegevallen is, is dat ik een berekening had gemaakt voor de keukenvloer eigenlijk zonder sokkels. Nou ja, daar komen dan sokkels in, dus dat scheelt weer tegels. Nou, wat bijvoorbeeld wat een beetje tegengevallen is, zijn ja, de vierkante meters stukwerk. Dat was wel goed opgenomen, maar op een gegeven moment hebben we besloten om toch boven een aantal wanden ja, opnieuw over te zetten. Nou ja, goed, dat weet je, dat kost gewoon geld, maar het is niet... En de brandmeldcentrale? Ja, de brandmeldcentrale, was budgetair echt een tegenvaller. Dat was, ja, die was gewoon veel duurder dan ingeschat. Je wordt er gewoon bang van dat ding, hè? Ja, je hoopt dat je het nooit nodig hebt, maar goed, hij hangt er inmiddels. En, maar goed, over het algemeen, procentueel zeggen ze altijd dat als je 10% over je budget heen gaat, dat je het netjes doet. Nou, dat halen wij belang in aan niet. Dus ja, en daar ben ik heel blij mee. En dat is ook te danken aan iedereen die goed met je meedenkt. En kijk, zo'n aannemer die gaat op een gegeven moment ook tegen je zeggen van, nou, je moet even dimmen. Want als je zo doorgaat, dan komt dat er nog bij. En op een gegeven moment dan ben je op zo'n bouw bezig en dan komt iemand naar je toe en die zegt van ja, hoe wil je dat hebben? En dan zeg je automatisch van ja, doe maar zo. Maar ja, daar hangt dan natuurlijk ook weer een prijskaartje aan. Dus je moet jezelf af en toe wel even afremmen. Waar praat je over qua totale investering? Ja, dat wil iedereen altijd graag weten. Hè? Maar ja, dat heb ik de vorige keer ook al gezegd over het pand ja, het pand dat ligt gewoon bij de gemeente om daar een uitspraak over te doen. Want ik ga het niet voor mijn beurt praten. Maar ik denk dat je met de verbouwing en de keuken, dat we een kleine 2,5 ton zijn we wel verder. En dan denk ik, als je om je heen kijkt, dat we het echt super netjes gedaan hebben. En dan is het tijd voor champagne om de succesvolle verbouwing te vieren. Zo komt het eind aan het bouwjournaal rond het nieuwe Schultenhuis. In 7 afleveringen hebben we het ondernemersavontuur laten zien van Peter Gras en Jacqueline van Lieren. En zijn we getuige geweest van een enorme bouwklus met als resultaat een nieuw culinair pareltje voor Hanzestad Zutphen.